Nou, we zijn hier in Hoge Mierde in de Schakel met Stichting Beeld en Geluidsmateriaal De Mierde. Waar we de expo organiseren, heden en verleden gezien door lenzen en penselen. Het idee is ontstaan uit het blad 4045 toen en nu. Waar dat oude foto's uit de oorlog vergeleken worden met foto's die nu gemaakt worden. En dan, als het kan, op dezelfde positie waar de fotograaf vroeger heeft staan. Het is een hele grote expositie geworden van de drie dorpen. We hebben heel erg veel tijd erin gestoken om de exacte locaties terug te kunnen vinden van oude foto's die vroeger gemaakt zijn. Er zijn erbij die van meer dan 100 jaar terugstammen. Dus ja, je kunt je voorstellen, dat is best een hele opgave. Als we misschien even een voorbeeldje erbij kunnen pakken, hè, hoe snel de tijd kan veranderen. We hebben hier een foto van 1955. Toen was het allemaal nog zandpad, houten brugjes. Deze is van 2018. En intussen is die boom die is alweer gerooid. Dus zo snel kan het gaan. Tijd vliegt voorbij. En dat geldt eigenlijk voor heel veel foto's. Het terugvinden van locaties is ook heel erg moeilijk geweest. We hebben daar de boerderij, de Erika Hoeve. Die boerderij is ergens door de jaren heen helemaal verdwenen. Om dan de exacte locatie terug te vinden waar die echt gestaan heeft, dat was eigenlijk niet te doen. Toevallig kwam de buurman van dat gebouw, die kwam toevallig vragen wat ik aan het doen was. En vervolgens laat hij mij de grondkabel zien waar de elektra binnenkwam bij de voordeur. Dan is dat een mooie indicatie waar de boerderij precies heeft gestaan. En dan is het ook weer leuk om daar weer een foto van te maken. We hebben hier een foto waar ik zelf dus nog op school gezeten heb. En ik herken het dus ook nog echt als mijn eigen oude school. Ik heb daar tot mijn derde klas heb ik daar op mogen zitten. En het enige wat er nog van over is gebleven is het meestershuis, het hoofd van de school, heeft daar altijd gewoond. Nou zitten ze boven. Zoals je kunt zien is de belangstelling heel erg groot. Het spreekt ook meerdere generaties aan. Generaties die er nu wonen, generaties die er gewoond hebben. En ook dorpen waar men voorheen gewoond heeft en waar misschien op dit moment nog gewoond wordt. En ik denk dat het dus een gigantisch succes is voor deze expositie. Dat is een modder in de oude jaren.